Hoi. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik met Isabelletje. En we gaan een sushi mukbang opnemen. Ja. Super lekker. We hebben echt zoveel honger. We hebben echt niet. Het is echt zo 7 uur en we hebben echt voor het laatst gegeten om 12 uur of zo. Ja, en dan inderdaad. We hebben net nog 3 kip nuggets op, maar dat is ook alweer 2 uur geleden. Dat al, ja. Nou, we hebben echt al die sushi staat er al heel lang. Ik denk, ik ben echt bang dat die warme gerechten alweer kaart zijn. Ja, ik denk dat komt omdat we heel veel. Ja, we hebben een hele setup en weet ik het allemaal. Dus we waren echt 1 uur mee bezig. Ja. Maar we hebben echt superveel. Ik kan niet wachten. Ja, ook niet. We hebben nog een tas. Ja. Oké, ik begin wel even hier. Hebben we. Het voelt nog wel best warm. Ja? Ja. Ja, voel maar. Oh ja, er zit zo'n ding omheen. Ja, we hebben lumpia's. We hebben een soort veggie box met augurk. Nee, wat is dat? Ja, okay. Het lijkt op augurk en komkommer en weet ik dat wel. Oh ja, zie. Dan hebben we gyoza's. Dat is echt een van onze favorieten. Ja, dat zijn onze favoriete warme dingen. Dan hebben we nog 2 handrollen. 1 met garnaal en 1 met zalm. En we hebben boontjes natuurlijk, sojabonen. We hebben nog geflambeerde zalm voor Sarah. Ik heb er 2 extra gekregen bij jullie. En we hebben nog deze. Woe! Maar we hebben dus te weinig gekregen. Ja, we hadden eigenlijk 2 gratis rollen gekregen. Zouden we eigenlijk krijgen. Ja, deze hebben we gratis, deze California. Maar we zouden 2 gratis rollen. Nou ja, 1 missen we dan. En we hebben, dit is Soft Shell? Spiderrol. 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 2 garnaal, 1 California en 1 Futorol. Dus met alles door elkaar. Hier. Daar ben ik heel benieuwd naar. Oké, laten we alles even neerleggen. Ja. Amber. En wasabi. Eet je wasabi? Ja, een beetje door mijn soja heen. Ja. Eigenlijk hoort dat niet, hè? Nee, je moet het eigenlijk op, maar dat is zoveel werk. Ja, ik hou ook niet van te pittig. Nee, ik ook niet. Ik wil gewoon de smaak verpesten. Ja, ik ook. Ik doe wel heel veel, hoor. Ik ben heel benieuwd naar die augurk. Ja, wat is dat? Oshinko of zo? Wat Oshinko? Was ik weet niet meer. Ja, ik begin denk met een gyoza, want die wordt echt koud. Oh, lekker. Nou, eet smakelijk, schat. Ja, eet smakelijk. Het is wel warm. Ja. Lekker, hè? Zo fantastisch. Als je iemand op de achtergrond hoort, is het Emiel. Ja, dat is mijn neefje. Ja. Die gaat nu naar bed. Nou, naar bed. Wel een beetje taaiig of zo. Ja. Nou, weet je hoe lang het dan zo'n bak zit? Een lumpiaatje. Lekker mini lumpiaatjes. Ja, dat was echt 2 euro. Nou. 2,25. Mmm. Oh. Dit is helemaal zacht. Nou, logisch. Ja. Maar dat was lekker. Het smaakt goed. Het smaakt hetzelfde. Zo zie je. Oké. Hoe heet het? Hebben jullie ook vragen gesteld op Instagram? Oh ja. Mijn Instagram is Sarah Verwoerd. Voor als je ook dat soort dingen wil. Jouw Instagram is Isabella DH _. Ja. Dus vergeet ons niet te volgen. Nee. Vinden we helemaal leuk. Ik ga denk die augurkachtig iets proberen. Ik heb geen idee. Ik ben heel benieuwd. Heb het volgens mij ooit wel eens een keer op. Ik ook. Maar volgens mij vond ik het niet heel lekker. Nou. Ja, echt augurk. Nou. Ik vind het niet vies, hoor. Mm. Ik vind het wel lekker. Het smaakt een beetje naar gember in de sushi of zo. Ja. Nou. Het smaakt meer naar gember. Ja, het is wel lekker. Niet verkeerd. Nee. Oké, zullen we hem eerst de vraag doen? Ik ga even de lekkerste sushi op aarde nemen. Ja, die, ik hou niet zo van zalm. Is die goed? Ik hou ook zo van zalm. Ik snap niet hoe je sushi eet en dan geen zalm lust. Echt jammer, we hebben echt geen zalm hierin. Nee, dat is, maar je had het echt van mij gemogen. Nee, maar joh, nee joh. Ik heb die toch, dat is prima. Dat is sowieso zalm. Oh, leg deze even hier. Ja. Oh, ik heb een zalm handrol. Oh ja, die heb je ook nog. Dus Komt helemaal goed. Ik had wel meer gember gewild eigenlijk. Nou, ik ook. Misschien ook nog maar een koelkast.
Oké. Okay. Oh, mijn telefoon is ook weer 2%. Heel handig. Isabel. Ai, dat lukt wel. Ja. Waar moet ik heen? Hier. Gewoon bij de eerste? Ja. Hebben jullie vaak ruzie? Nou, nu echt nooit. Nee, echt. We hebben wel eens discussies dat ja. Laatst ook van... Ja, maar meer gewoon omdat we zeg maar, elkaar al ons hele leven kennen. We zijn trouwens nichtjes. Heel veel vragen zijn jullie zussen, zijn jullie nichtjes, zijn jullie vriendinnen, ja. dit. Nee, zijn maar we zijn nichtjes en we zijn naast elkaar opgegroeid. We hebben ons hele leven naast elkaar gewoond. Dus we waren eigenlijk letterlijk onze hele jeugd elke dag met elkaar. Dus het voelt echt alsof we zusjes zijn. En daardoor ja, kan je zeg maar, gewoon alles tegen elkaar zeggen. Net zoals je gewoon met je eigen broer en zus hebt. Je hebt zeg maar niet zo'n... Nee, je schaamt je niet nee, voor om iets te zeggen wat jij kut vindt. Stel ik zou, stel ik vind het niet iets leuk aan Isabel, dan zeg ik dat gewoon. Ja, dan kom je alleen maar beter uit. Dus daar krijg je wel eens een discussie over. Nou, maar nooit echt ruzie dat we elkaar niet willen zien. Nee. Nooit. Vroeger toen we 15 waren al wel eens over jongens, ruzie en allemaal gezeik. Ja. En het sloeg allemaal ergens op, maar dat is helemaal ja, dat is niet meer zo. Nee. Gelukkig. Nou. Oké, ik ga nu... Of een echte sushi nemen. Dus nee, we hebben bijna nooit gezien. Nee. Ja. Ik neem denk zo'n softshell. Ja, ik denk dat die ook ga proberen. Zo mega grote sushi zijn dit. Het is zo kut. Hoe krijg ik dit in mijn... Ja. Je gaat er gewoon lekker voor. Zo, deze is groot. Ik snap niet wat ik eet. Het is toch gewoon een gefrituurde garnaal? Ja, maar het steekt meer, meer kreeft of zo. Oh. Denk ik. Ik denk dat het meer kreeft is. Ik weet niet. Ik vind het echt jammer dat we zeg maar, een rol California missen. Ja, ik vind het ook kut. Oh ja, even lekker een avocado. Zijn de broer. Die blijft zo lekker. Nou, die is gewoon heel simpel, maar zo lekker. En nog een gyoza nemen. Ja. Wat zijn die dingen nou weer dan? Die zit er altijd op. Echt heerlijk. Oké. Volgende dag. Dit is echt de eten voor ons leven, maar... We hebben echt heel veel honger. Oké, wat willen jullie laten worden? / wat willen jullie na de opleiding gaan doen? Ik heb letterlijk geen idee wat ik wil worden. Ik zie het allemaal wel wat er gebeurt in mijn leven. Na mijn opleiding wil ik misschien doorstuderen. Of misschien in het buitenland een jaar werken. Of zoiets. Ik heb letterlijk echt geen idee nog. En ik ben er eigenlijk ook niet echt mee bezig. Nee, ik ga hierna de opleiding, zelf de opleiding met Sarah doen. Op het HVA? Ja. Dat was super leuk. Sorry, ik heb mijn mond vol. Maar ja, dat is leuk dan, ja. Gebeurt. En wat ik wil worden, geen idee. Weet ik echt niet. Ik zou heel graag een eigen bedrijf willen. Ja, dat zou ik ook heel graag willen. Wat ik nu doe met La Bella, die sieraden, dan gewoon echt groot. Net als Mogus Wanted of zo. Ja, dat lijkt me ook heel leuk. Sowieso iets met... Ondernemen iets of met, zelf iets met doen. Net als dit met YouTube, dat vind ik ook zo ja, leuk. Ja, dat soort dingen. Maar ik zou niet voor, echt voor een baas willen werken bij een HEMA of zo. Wat voor pak. Sommige mensen die kennen volgen de HEMA-opleiding. Ja. Oh, dat lijkt me echt... Ja. Oh, nee, het lijkt me echt... Ik heb bij de HEMA stage gelopen. Ja. Dat was echt chill, want ze had daardoor een kortingspas. Dus wij gingen altijd bij de HEMA eten en zo. Klopt, maar die mensen werken er soms gewoon 40 jaar, hè? Nou, echt. Gewoon al hun hele leven. En dat zou ik niet kunnen. Ik ook niet, ik word nu al gek bij de spar. Nou. Ja, maar daar werken we nog maar 4 jaar. Volgende vraag. Favoriet Kardashian. Ja, ik heb dat niet echt. Kylie Jenner, denk ik. Ja, ik denk het ook. Maar wij hadden pas toch, gingen we dat kijken samen. Ja. Was dat met jou, hè? Gingen we Keeping Up With The Kardashians kijken. Klopt. Toen vond ik, ik vind Kylie denk ik gewoon het leukst. Ik weet niet. Ik vind haar wel gewoon leuk met wat ze allemaal doet.
Wat zouden wij, welke eet je? Ja. Die avocado. Wat zouden wij graag nog samen willen doen? Ja, reis of zo. Ja. Op wintersport. Dat is echt wel een ding. Ja. Ja, wintersport. Heel graag. Ik weet niet waar ik zin in heb. Ja, of ja. Ja, inderdaad iets van wintersport of iets van vakantie of zo met elkaar. Met Bo erbij, met z'n dieren. We zijn echt één. Ja. Wij zijn gewoon echt zussen van leven. Verder, wat kun je allemaal doen? Ja, we hebben al heel veel gedaan. Ja. Nou ja, we zijn al een keer op wintersport geweest. We zijn al op vakantie. Ja. Ja, ik zou het niet echt specifiek nu weten. Dat nee. Ik zou, ja. Ja. Misschien nog een mooie reis maken of zo. Maar ja, dat wil ik met iedereen. Ja. Dat wil ik met mijn vriend. Maar dat wil ik neem nog een keer die shot. Ja, ik ook. Ik wil die ook nemen. Weer zo'n mega hal. Jezus. Wow, yo. Ik ga dit even met mijn handen pakken. Een raar blad hier. Maar wat voor shit zit hierin? Een spijderrol. Oh mijn god. Ik vind hem niet heel lekker. Ik wil geen drinken. Nee, ik moet echt drinken. Ja. We hebben even lekker watertje en een wijntje erbij. We zijn 18, dus wij mogen dat. Ja, don't worry. Vanavond gaan we ook genoeg drinken, dus goede bodem. Oh, als je sushi eet. Wel goede bodem. Ja, maar dan word je heel snel dronken. Want de sushi rijs neemt je alcohol op, dus dan kan je zo'n soort meer alcohol of zo, had ik een keer gehoord. Dus of wordt sneller dronken of ik, nou ik weet het allemaal niet. Ik vind het allemaal best. Ik ga een handrol nemen met garnaal. Ik eet dit nooit. Ik met zalm. Oh, lekker. Nou. Oh, lekker. Gewoon een grote sushi is het. Ja. Maar met zalm is echt lekkerder. Vind ik. Ja. Ik vind wel tonijn iets meer lekker. Dat durf ik niet eens te eten eerst. Nee. Dat is wel nu. Maar je wel durft echt geen rauw vis te eten. Nee, ik hou even op die vis. Ze vindt het ruiken naar zee. Of smaken naar zee. Ja, het smaakt zo naar, maar echt naar vis. Maar helemaal niet gewoon. What the fuck? Bij mij zit dat hier. Hier zit niks. Dat heb ik dan. Oh. Wat hoor ik? Een gans. Oh. Zo lekker dit. Vraag. Dat is echt lekker. Lekker hè? Ja. Wat vind je het mooiste aan jezelf? Oh mijn god. Zo letterlijk. Ik denk mijn lippen, wat ze. Denk ik. En mijn bruine ogen vind ik wel mooi. Voor de rest. Niks. Nou ja, niks. Dat heb ik er zo op, maar. Ja. Ik denk mijn ogen dan, of zo weet ik veel. Ik vind echt één ding het moois. Nee. Ik vind mijn lichaam nou ook niet dat ik denk, nou vind ik echt iets moois aan of zo. Ik ook niet. Echt tegenovergesteld. Die andere was echt heel lekker. Ja, dat is echt lekker. Echt top. Ik ga het vaker nemen. Ja. Gewoon grote sushi. Ja, gewoon heel chill. Maar ook nog een vraag van Quinn. Wat vind jij nou echt van mij? Quinn? Quinn Cules. Wat ik van hem vind? Van mij. Wat jij van mij vindt? Hij zegt, wat vind je nou echt van Isabelle? Dat zit nog uit als 1%. Nou, ik vind Isabelle heel lief. Ja? Ja. Maar ze kan ook heel bitchy zijn. En chagrijnig. Isabelle is heel dromerig. Dus dat is heel erg in eigen gedachten. Ja, Heb ik het hier denk ik in deze video nog niet gehad, denk ik. En die vorige mukbang. Dat zou... Ik zit alleen maar zo. En dan als de baan wat vertelt dan. Ja. Ja, zitten ze daar. Ja, dat is zo raar. Nee, ja, ik was heel gezellig. Ik kon goed met ze lachen.
Mm-hmm. We kunnen echt heel goed lachen. Ja. Wij kunnen echt gewoon op de grond liggen. Ja. En mee gek doen en... Ja. Dat? Dat is... Ze vindt mij dus hartstikke aardig, Quinn. Ja, soms dan bijt ik het te hard erin. Ja. Maar zeg, vindt Quinn jou van, niet aardig dan? Ja, dat doet hij toch voor de grap. Hij is zo sarcastisch. Dan... We hebben nog. Hoe lang heeft Isabella al met haar vriend? Nu een jaar. Ja, bijna. 7 november. Ja, volgende week. Hoe zou ik dat nou weten? Heel vaag. Echt, hè? Nou, dat was echt heel grappig. Want nou, dat was eigenlijk helemaal niet grappig voor mij. Nee. Maar de dag dat het met mijn relatie uitging... De dag ging dat aan. Het... Ja, daardoor weet ik het. Het ging bij mij 7 november uit. Dus bij Isabella ging het 7 november aan. Ja. Toen vond ik zo kut tegen haar te zeggen dat het bij haar net uit was. Maar ja. Wat voor auto heb ik? Ik heb een Fiat 600. Vraag me aan mij. Fiat 600. Hele oude auto. Oude koekblik. Een koekblik op wielen. Echt leegste auto ooit. Ik zou hem ook niet kopen. Maar ja. Het is echt de goedkoopste auto ever. Goedkoopste benzine. Het rijdt. Gaat niet veel in. Ik rijd er ook niet zo veel mee. Nee. En hij is gewoon chill. Ja, ik vind het prima. En aan de ene kant zou ik wel weer een nieuwe autootje willen. Maar ja, dat is gewoon... Ja. Je moet gewoon blij zijn dat je überhaupt een auto hebt. Ja, daarom. Zijn jullie echt zusjes of vriendinnen? Nou, we zeiden al dat we... Ja, we zijn nichtjes. Ja. Voelt zusjes, maar... Ja. Het zijn gewoon nichtjes. Maar... Helemaal leuk. Wie van jullie twee zou de meeste kans hebben om te overleven in het wild? Ik stem op Sarah. Ik denk jij. Mm-hmm. Daar heb ik zo gelijk in. Jij gaat in een hoekje lopen janken, schreeuwen, paniek, stress, aanval. Ja, ik wil dood, ik wil dood, ik wil dood, ik ga dood, ik ga dood. Ja, ik wil niet meer. Schiet me maar neer, Sarah. Ja. Ik zou nog denken van, oké, wat moeten we doen? Ik denk jij ook wel een beetje stressig daarvoor. Ja, echt. Oh ja. Wat ik echt van Isabel vind is een stresskop. Dan moet je even mee kappen, man. Ik weet het. Het is allemaal nergens voor nodig. Oké. Hoe gaat het op dit moment met jullie? Ja, goed. Ja, gaat goed. Ik zit nu alleen een beetje in de stress met mijn tentamens. Ik weet het allemaal. Ja, ik ook. En ik heb het heel rustig met mijn bedrijfje. Dus kortingscode Sarah15 Labella. Ja. Kortingscode. Echt, voor de mensen die zich afvragen hoe onze sieraden zijn. Ze zijn echt... Ze kunnen tegen water. Je zou er zelfs mee kunnen douchen. Ze verkopen ze bij Costes, bij Most Wanted, bij allerlei van dat soort winkels. Zie ik die oorbellen hangen. Dus het is echt gewoon goede kwaliteit. Alleen onze prijs is gewoon laag, omdat wij als opdracht voor school doen. Ja. Dus dat wil ik wel even zeggen. Sommige mensen denken, oh, het is zo goedkoop. Kan niet goed zijn. Maar het is wel gewoon goed. Ja, het is letterlijk gewoon fucking goed. Nou. Oh ja, waar we echt niet tegen kunnen, is dat iemand een sushi heeft. En die doopt hem er zo in. Gewoon met het puntje. Ja. Gewoon alleen zo. Nee, je moet gewoon lekker erin roeren. Deze vallen echt uit elkaar. Inderdaad. Ik moet lekker indompelen. Ja, dat dort vanavond. Dan wordt heel veel drinken. Mhm. Als ik sushi ga eten, dan heb ik echt al 3 keer erbij gedaan. Ja. En andere mensen hebben gewoon nog steeds van diezelfde keer. Dan denk ik echt van... Hoe dan? Eet ik nou echt zoveel sushi? Of sowieso. Oh ja. De voetenrol neem ik even. Ja, die moet je Maar Stijn even... wilde nog wel wat, dus dat ook wel. Ja. Die is wel echt huge, hoor. Is die lekker? Ja. Kut, hè? Dat is echt kut, want je kan niet goed eten. Nee.
Ja. Maar ik vond niet dat nergens op, want het is hetzelfde als een California. Ja, eigenlijk wel een beetje. Maar die omelet en dat die agurk hoeft er dan bij. Ja. En dan zeewier. En gewoon alles bij elkaar gedouwd. Ja. Ach, wel. Ik had het echt niet verwacht. Ik ook niet. Ik had zoveel honger. Ik ook. Dat heb je altijd. Je hebt altijd honger. Maar we hebben ook best wel veel gegeten hoor. Ja. Maar we hebben echt naar binnen zitten schoon. Ja. Maar we hebben het nog bijna een half uur al gefilmd hoor. Nou, langer. Ja. Ik ben wel net 5 minuten begonnen. Ja. Echt net 5 minuten. 40 minuten bezig of zo. Lekker, lekker. Mm. Oh ja. In onze vorige mukbang kregen we echt zoveel haat. Ja. Omdat wij heel erg aan het zeuren waren dat we gingen zeg maar de letting the person in front of the disciple we eat. Dus dat de persoon voor ons bepaalt wat wij gaan eten. Zeg maar dat we dezelfde bestelling gaan nemen in de McDonald's als de mensen voor ons. En de mensen voor ons hadden 3 grote friet. En wij konden er gewoon niet bij dat je fucking 3 grote friet bestelt als je met z'n tweeën bent. Want we zagen ze dus later ook op de parkeerplaats eten. Ja, wie gaat dan... Ja. Dus wij dachten echt, wie neemt er nou weer 1 kipnuggets en 3 friet? Gewoon 3 van die fucking grote friet. Maar dan ging... Wij zijn overdrijven altijd gewoon heel erg. Ja. Maar mensen dachten dat we gewoon heel serieus waren of zo. Dus iedereen zegt van... De hele tijd van... Ja, we weten nou wel dat ze 3 grote friet hebben besteld. Ja, maar wij zeiden elke keer... Nou, ik niet dat je 3 grote friet bestelt. Dat mensen gewoon de moeite nemen om een vraag te stellen. Ik vind dat zo lief. Ik ook. Ik vind het zo leuk als mensen reageren op mijn video. Ja, dan denk ik van... Denk ik zou het zelf nooit doen, maar onbekende. Ik reageer nooit op iemands video. Echt Ik heb het nooit gedaan, denk ik. Ik ook niet. Heel misschien, ik weet niet eens, heel af en toe, maar ik kijk gewoon een video en ik kijk hem en dat is het. Ik geef soms een blauw duimpje omhoog als ze erom vragen of zo, maar ja, dat ook nooit. Ik vind het gewoon zo lief dat iemand helemaal de moeite neemt om een berichtje voor mij te typen. Ja, ja. Een leuk video of vragen stellen. Of... Ja, vind ik zo leuk. Maar nou, ik probeer daarom ook altijd gewoon op iedereen te reageren en of te liken of iets, want ik vind het gewoon echt lief. Wat zit hier nog in dan? Wat anders. Komkommers. Omelet. Maar die omelet, dit is toch geen omelet? Ik snap dat nooit. Het is altijd ook een beetje zoetig of zo. Nou, zoet omelet. Maar wat is dit? Het is wel echt een beetje augurkachtig. Ja, maar het is geen augurk, toch? Nee. Ja, maar wat is het dan? Hoe ziet dit eruit? De Chinese groente, denk ik. Ja? Japans dan. Japans. Yo, klon uit elkaar helemaal hier. Maar je bek is zoutig. Een zoute bek. Die voetoren hoef ik niet meer in ieder geval. Go in. Die is te groot. En niet zo speciaal. Maar deze eet wel echt lekker weg of zo. Oké. Okay. Ja, dit is soort lekker crispy. Ja. Dit is een komkommer, maar dan lekkerder. Ja. Jezus. Ik zit ook echt vol. Stel we hadden nog die extra rol. Dat was echt veel te veel geweest. Maar het is altijd, je ogen zijn altijd groter. Dus vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Oh, dat is makkelijk. En vergeet ook geen reactie. Ik heb altijd als ik sushi eet zelf. En dorst. Dan bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. In een restaurant. Dan heb ik eigenlijk altijd aan 1 drankje wel genoeg. Want ik vergeet altijd te drinken. Ik ook. En dan kom ik thuis. En dan... Ja, verschil mij echt God, heel dan erg. Dan slaat het helemaal in en dan moet ik echt water, maar dan zit ik zo vol. Dan kan ik eigenlijk... Ja, helemaal kut gewoon. Ja. Maar we eten ook echt veel sowieso. Ze hebben gewoon bijna al deze 4 dingen gegeven. Ja, waar is die andere? Hier 2, daar 1, daar 1. Ja, we hebben gewoon eigenlijk per persoon 2 van deze dingen. Ja. Ik zit vol. Ik ook. Ik heb echt genoeg. Dit gaan we aan mijn broer geven. En we hebben echt verder superveel gegeten alsnog. Ja. Dus het was echt heel lekker. Ja. En dan wil ik je eigenlijk gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet ons niet te volgen op Instagram.
gezet. Sarah Verwoord en Isabelle DH laagstreep. En ja, vergeet natuurlijk niet te abonneren op mij. Een blauw duimpje omhoog te geven als je de video leuk vond. En geef een blauw duimpje omhoog als je wilt dat Isabel en ik vaker een mukbang gaan opnemen. Ja, want willen wij ook, vindt wel leuk. Ja, en ook met willen we nog bij de car zo'n car mukbang doen. Ja, car mukbang. Dus helemaal leuk. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven als je dat wil. En vergeet ook geen reactie achter te laten natuurlijk. En dan bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei.